Het eerste stuk van de strandreis zit erop. Hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, tot nu toe goed bevallen. Mooie start gehad. Bij Workum, hard geboomd, hard gejaagd. En op het IJsselmeer, zeilen ging ook goed. Tot voorbij, we konden Enkhuizen bezeilen, hebben we niet hoeven bomen. En daarna op het Markermeer hebben we wel wat stukken laten liggen door wat slagen die niet goed gingen. Of binnenvaarders die in de weg lagen. Ja. Ja, ik zie jou een beetje knikken. Ja. Bij het zeilen gaat goed. Inderdaad, nee, volgens mij hebben we ook echt wel een paar keer de verkeerde slag gemaakt. En een bui overkwam en de wind de verkeerde kant op draaide. Maar ik heb ook niet alles meegemaakt, want toch, je ligt af en toe ook wel weer beneden om uit te rusten. Dus toen ik uiteindelijk weer boven kwam en Amsterdam binnenvoeren en ik op de klok keek, dacht ik toch, hadden we misschien ietsje sneller moeten doen. Maar het desalniettemin prima nacht gehad. Hoe ziet het er verder nog uit? We liggen nu hier in de houthavens van Amsterdam. Dus we gaan zo meteen weer van start. Door Amsterdam te bomen en jagen naar Nieuwmeer. Dan moeten we de ringvaart op richting Aalsmeer, Westen en de Plassen. En dan naar de Kaag om weer warm op de strand af te leveren. En dat een stuk weer terug. En want normaal gesproken is het dan via de westelijke ringvaart naar Haarlem. Alleen bij Hillegom ligt de brug eruit. Dus moeten we nu weer terug naar de Nieuwmeer. En daar linksaf richting Bad Hoeverdorp over de noordelijke ringvaart naar Haarlem. Dus dat betekent dat we toch ook weer 20 kilometer meer moeten lopen waarschijnlijk. Behoorlijk stukje nog. Hoe staat het met de energie? Nou, de energie staat nu nog goed. Ik zie ook een lekker kopje koffie. Geniet er nog even van en succes straks. Ja, dankjewel.